Ja, we staan hier op IJsclub, bij IJsclub Olympia in Werkendam. En ja, wij zijn vandaag om 1 uur hebben de baan weten te openen. Ja, wij verwachten morgen en hopen en zaterdag ook nog open te zijn. Maar ja, volgende week komen er hogere temperaturen op de meter te staan. Dus wij verwachten volgende week niet dat we meer kunnen schaatsen. Wat komt er allemaal bij kijken om zo'n ijsbaan open te stellen? Ja, best veel. We zijn vanaf afgelopen zaterdag bezig met de voorbereidingen geweest. Vloerbedekking leggen, spandoeken, reclameborden zetten. We zijn met een klein clubje vrijwilligers. En ja, proberen tijd vrij te krijgen is ook altijd een belangrijk iets. En ga je dan open, ja, dan kan je 400-500 man op een middag verwachten. En dan moet je wel een ijsvloer hebben die het kan houden. Want mensen gaan bij elkaar staan, dus ja, dan krijg je best wel gewicht. En ja, dan is het ijs ook kapot. We hadden eigenlijk gisteren een beetje gehoopt om open te gaan. We liepen er gisteren al overheen en het scheurde eigenlijk helemaal een beetje. Dus we hebben hem gisteren bewust eigenlijk dicht gehouden. Om te zeggen, nou ja, is het voor een dag, dan hadden we hem gewoon open gedaan. En dan gaat hij kapot, Maar als je natuurlijk een dagje langer wacht en je kan dan toch een paar dagen langer open blijven, dat het ijs heel blijft, ja, dan hebben we toch wel meer plezier aan. Wie mogen hier allemaal komen schaatsen? In principe iedereen. We hebben sowieso een paar honderd leden. En gewoon de mensen dus uit het dorp of omliggende omgeving, die kunnen gewoon komen schaatsen hier. Die kunnen een intreebewijsje kopen en dan mogen ze schaatsen. U staat hier in Almkerk bij ijsbaan De Plompert. En wij zijn sinds hedenmiddag open, sinds 1 uur. Helaas niet voor iedereen. De ijsdikte is zodanig dat we het alleen voor de leden kunnen doen. Omdat er anders, ja, met een teveel aan personen, dat we bang zijn dat er mensen doorheen zouden gaan. Dus we willen het graag alleen voor de leden doen om te zorgen dat het ijs zodanig blijft dat we vanavond en morgen ook nog plezier van kunnen hebben. En hoe dik is het ijs dan daarvoor? We hebben vanmorgen gemeten. Vanmorgen was het 4,5 centimeter. Maar omdat normaal gesproken zou je zeggen van dat is vrij dun. Maar omdat er maar een hele dunne laag water onder ligt, is het voor ons meer dan voldoende om onze eigen leden erop kunnen laten zonder problemen. Want als ze doorzakken is het niet zo heel erg. Hooguit natte voeten, maar ja, het is natuurlijk wel erg, want dan kunnen we niet meer schaatsen. Dus we willen heel graag blijven schaatsen. Zijn er nog speciale veiligheidsregels die hier van toepassing zijn? Nou ja, we houden sowieso zelf toezicht. En mocht er dan toch wat gebeuren, we hebben een EHBO-koffer binnen die jaarlijks onderhouden wordt om te zorgen dat de spullen die erin zitten goed zijn. En we hebben standaard iemand binnen die lid is van de EHBO. Om te zorgen dat als er wat gebeurt, dat we in ieder geval de goede maatregelen kunnen nemen. Sinds wanneer zijn jullie open? Sinds vanmiddag 1 uur. Wij zijn als eerste alleen opengegaan voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. De kinderen van onze leden. En vanaf 7 uur vanavond gaan we voor iedereen open. Verwacht u nog dat het heel veel dagen zo blijft? Ja, ik hoop dat we morgen nog kunnen rijden. En dan zal het wel een heel eind klaar zijn. Morgenmiddag geven ze al dooi op. We hebben van de week veel werk aan gehad. We hebben 3-4 dagen al iedere keer laagjes water erop gezet. Met de hand. Met de slangen helemaal laagjes erop zetten om te kijken om toch ijs te krijgen. Dus nou, we kunnen erop, dus daar zijn we heel blij mee. Hoe dik is het ijs dan nu ongeveer? Varieert van 6 tot 8, 9 centimeter. Dus, de ijskwaliteit is niet helemaal super, zeker met de wind ook en zo. Normaal moet je zwart ijs hebben. Als het zwart is, dan is het veel sterker. En dit is niet overdreven sterk, maar goed, met deze dikte gaat het goed. En inmiddels ligt hij op de grond ook. Het water is er onderuit gezakt, dus hij ligt eigenlijk op het land. Dus je kan er ook niet meer doorheen zakken. Hoeveel leden hebben jullie? 300 leden hebben wij. Jammer genoeg worden er ieder jaar minder. Omdat mensen zeggen, er is toch geen ijs. De laatste jaren hebben we ook geen ijs gehad. En vroeger hadden we heel veel leden buiten het dorp ook. Dan worden er ieder jaar minder. Maar goed, de trouwe leden zijn we heel erg dankbaar dat die wel blijven.